Hoi allemaal en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe Let's Play. En we gaan de nieuwe interface testen. Yes, zin in. Oké, we beginnen zoals elke week gewoon weer met een comment van de week voordat wij hierin gaan duiken. En de comment van deze week is van Arlene. Hey Jessie, ik vind je video is zo leuk en ik vind het super leuk om naar je te kijken. Je maakt me altijd zo vrolijk. Vorige week toen ik ziek was, een hele marathon gekeken van je oude video's. Ik heb er zoveel genoten. Er kwamen echt super veel memories naar boven. Blijf alsjeblieft nog doorgaan met je video's maken. Groetjes van mij. Groetjes terug. Het staat niet op de planning om binnenkort te stoppen hoor. Maar ja. Ik heb trouwens, dit is Bubble. En Bubble is mijn quarter horse die ik heb gekocht toen in de kerstvideo geloof ik. Dat ik heel veel paarden ging kopen. En hij is de perfecte test hiervoor. Ik wil als eerst even hier naartoe. Want er zijn dus nieuwe paarden in de bazaar. En volgens mij is dat niet aangegeven in het nieuws. Ik kan niet teruglezen in de nieuws dat de paarden dus zijn veranderd. Nou ja. Wat wel vrolijk is, we hebben dus stalhulp erbij. Dus dat is chill. En mensen waren dus heel bezorgd. Oh, dat pijltje is anders. Dat is heel raar. De mensen waren dus bezorgd dat ik de paint horse dus niet meer kon kopen. Dat is dus inderdaad waar. Die staat hier niet meer. Maar ja, je gelooft het of niet, of de paint horse de Appaloosa. Want ik zou natuurlijk een Appaloosa kopen. Niet getreurd. Ik heb de Appaloosa gekocht die ik vorige week dus heb aangekaart. Oh my god, dat tekstwolkje is anders. Oh, dat triggert mij. Ik heb dus jullie je naam laten bepalen. En dat is deze naam. Het is van Mona en is Galaxy. Ik heb deze gekozen. En ja, we gaan straks even Galaxy halen. Maar ik wil dus ook al, wil ik nog best wel graag een quarter erbij. En dan denk je, maar je hebt toch al veel quarters? Ja. Maar ze zijn gewoon heel leuk. En die wil ik gewoon erbij. Dus ik denk dat ik voor deze witte vliegenschimmel ga. En misschien nog voor deze. Want deze quarters heb ik allemaal. Maar ik wil ze allemaal gewoon. Ze hebben één quarter die ik nog niet heb. Twee quarters. Drie quarters. Vier. Vijf. Zes, zeven. Ik denk dat ik niet voor zeven ga, maar tot en met deze. Dus dan is dat drie quarters. Dus dan ben ik daar 700 keer. Ik heb altijd een rekmachine bij me. Ben ik 17.000 starcoins kwijt? Nou, dat kan wel. En dan hebben we nog de Shire. Ja, ik heb... Daar, welke heb ik daar ook alweer van? Oh, deze. Ik twijfel nog een beetje tussen deze... En deze. Ik vind deze wel heel gaaf. Deze heb ik al. Die vind ik vet. Ik denk dat ik dan misschien deze. Dus ik heb in totaal één naam of twee namen voor de Shires nodig. En misschien vijf namen voor de Quarters. En dan denk je, je hebt niet genoeg starcoins. Nou, ik hoop dat er dubbel starcoins aankomt. Want dat is echt nodig. Dus laat me weten. Ja, ik koop ze op tijd. Net als Galaxy. We gaan Galaxy ophalen. Wel de paardentaxi. Wil je echt terug? Waarom? Ik... Kan je dat ook uitzetten? Oh my god, wat is het groot! Waarom is dit zo groot? Oh, dat gaat snel. Oké. We gaan Galaxy even pakken, want die hebben we natuurlijk gekocht. Dat is ook zo groot! Ik vind het wel mooier, eigenlijk. Hier, 7 dagen over. Oké, we hebben dus... Deze is niet veranderd. Dat is fijn. Dit is wel... Oh my god... Dit is helemaal anders. Het vindt heel raar dat hij hier opent en niet hier. Ik vind dat een mooiere plek. Oh my god. Wat is er met die stal gebeurd? Waarom glimmen die bordjes zo? Wat lelijk. Waarom moet dat worden aangepast? Hier is het normaal. Waarom zijn die twee dan... Komt dat omdat ze hoog level zijn? Of... Ik denk het niet, want Uno is level 14 en die heeft dat niet. Maar wat als ik nou hier een level 15 paard inzet?
Oh my god, wat raar. Dus je ziet dus aan de stalwand dat je paard level 15 is. Oké, sure, I guess. Leuk, I guess. Ik weet niet zo goed wat ik van moet vinden. Ik ben helemaal in de war. Snap je jullie mij? Oh, even kijken. Ik wil Galaxy, maar ik weet niet of Galaxy mijn... oh my god. Dit op kan. Dus ik ga gewoon even de tuig van de Chincoteague afpakken. Of Cotland trouwens. Die ben ik met Pony Champ aan het trainen. Dit is dus Galaxy. En die hebben we dus gekocht. Omdat ik had graag... Oh, die kan niet op. Westernhoofdstel. Ah, ik had het Westernhoofdstel op. Ja, top. Want dan kan ik deze outfit aan. En dat vind ik een mooie outfit namelijk. Dus we nemen Galaxy mee. Dit is nog hetzelfde. We hebben geen missies. Dat is een beetje jammer. Ja. Zoals jullie al zeiden, woensdag worden de paarden gereset. Dus ik was gewoon op tijd met kopen van het nieuwe paard. Dus dat scheelt. Dus ja, dit is Galaxy. En we gaan even de interface testen. Dit is dus het cirkelmenu. Die kan je dus ook openen met Q. En dan kan je afstijgen. Speciale pas. Paard aaien. Deelt nog niet beschikbaar. Je kan ook op je paard aaien. Dat is wel nice. Dat is leuk. Ik moet eigenlijk even mijn borstels zo uit de kast halen. Ik gebruik dat nooit, want ik gebruik stalhulp voor mijn paarden. Dus ik gebruikte nooit mijn borstel. Dus die kan ik nu denk ik ook hier neerzetten. Ik weet niet wat handig is. Dat is nog gelukkig hetzelfde. Hier, een borstel hebben wij. Water. En een hoevenkrabber. Dan heb ik nog heel veel eten om te geven. Dus ik denk dat ik gewoon... Kan ik dit stapelen? Ja, dan kan ik stapelen met die hooibalen begin. En dat ik het gewoon langzaam een beetje opruim. Want daar krijg je dus ook XP voor. En mij was het dus wel handig. Even kijken, dan gaan we X's afstappen natuurlijk. Want je kan je op je... Oh, ik wil niet. Moet ik dan Q op een paard klikken? Oh ja, Q. Heb ik dan dit eigenlijk... Oh my god, waarom gaat het zo snel weg? Oh kijk, je ziet een balkje omhoog gaan. Oh, het zit in... Oké, je pakt dus wat je in je inventaris hebt. Dat is nice. Gefeliciteerd. Je paard heeft voldoende om het level hoger. Unlocked. Oké. Snelste galop. Locked. Level horse. Oh, cool. Je moet dus echt je paard omhoog klikken. Oké, dat kan je even klikken. En dit is dus je poppetje. Oh, je ziet dat ik nog wat XP nodig ben. Oh, ik wil niet opstappen. Ik wil mijn paard verzorgen. Maar dit vind ik dus heel chill. Want nu dacht ik dus... Dan kan je gewoon elk paard gewoon elke dag borstelen. En dan gaat die dus level up. Dus mijn idee was... Hold your horses. Dat ik gewoon alle paarden die ik hier heb gewoon op een rijtje zet. En dan ga verzorgen. Dit is Uno. Uno is bij... Kijk, wat er gebeurt als hij level 15 wordt. Want ik moet voor hem nog 100 XP. Zullen we dat met een... Ja, we kunnen dat even met een race doen. Want ik vind het zonde om te verzorgen. Dus gaan we het even met een raceje doen. Ik heb deze week gewoon 3 paarden uitgetraind, jongens. Wees je trots op mij. Nou, we hebben dus gewoon een race. Dat is waarschijnlijk gewoon net als normaal. Ga verder, XP. Oh, ik krijg sparkles. Kijk, level up horse. Level up. Oh, het staat ook op het einde. Naamplaats stal. Oké, hij is level up gegaan. Hoogste niveau. Oh, hij staat gewoon... Oké. Dus we hebben naamplaats stal. Oké, dit is gewoon... Je band wordt beter. Maar op dit niveau heb je nog niks vrij. Oké. Zielsverband. De band. Oké, ik weet niet wat dat is. Roepen. Hier kan je paard dus roepen. Vriendschap plus omhoog. Ik weet niet wat dat inhoudt. Commandos volgen en blijven hebben we dan. Oh ja, geschelpschap plus 1. Is dat dan snelheid of zo? Leiden aan touw. Snelste galop begin van de band.
lijnen aan touw, als je dat al gekocht hebt, dan hou je dat voor alle paarden. Dus dat is chill. Nou, we hebben dus dit. Dan kan je dus roepen. Oh, dat is wel chill. Het is niet dat je paard echt vanaf daar komt, maar hij gaat dus weg. En dan komt hij dus naast jou. Het werkt niet. Ben ik dan te dichtbij? Ik denk dat het kapot is. Paardentaxi bellen. Paard moet iets dichterbij zijn. Oké. Okay. Oh, dus u. Maar hij komt niet. Sorry, maar hij komt niet. Of kan ik dan pas weer roepen als ik ben opgestapt? Want ik snap niet. Oh, oh. Ik heb hem waarschijnlijk kapot gemaakt. Oké, okay, ik kan... Oh, ho. Oh. Ik denk dat je dan weer moet opstappen. En dat het niet bedoeld is dat je me alleen maar laat volgen. Oké, okay, dat was een unieke stresstest. Ik wil niet mijn paard leiden. Gedeeld is momenteel niet beschikbaar. Paard aaien, volgen. Oké, okay, dat is ei. Oh, dit is heel chill. Oh, dit vind ik echt heel leuk. Oh, wat gaaf. Dat is echt heel leuk. Is de paardentaxi. Je kunt je paard niet roepen. Oké, okay, als ik nou weer... Ik zal staan? Nee. Moet ik dan per se opstappen om dit uit te zetten? Volgen. Oh, blijf. Oké. Okay. Oké, maar oké. Okay, wat hebben we hier dus... Gedeeld is momenteel nog niet beschikbaar. Wat houdt dat in? Dat we gewoon samen op één paard kunnen? Ik denk het eigenlijk niet. Oh, wacht. Het is een gedeeld moment. Daar kan je volgens mij XP voor krijgen als je dus een tijdje aan het rijden bent. Horse button, not allow it. Afstijgen. Oh, je moet er stilstaan natuurlijk. Oké, okay, we kunnen dus even Galaxy pakken. En volgens mij was een gedeeld moment dat als je gewoon lekker bezig bent met je paard, dat je na een tijdje dus dat kan doen voor XP. Dus dan krijg je dus wat XP erbij. Weet niet zeker, niet... Pin mij niet op vast, maar daarvoor moeten we... Oh my god. Ik wil geen tip, want er staat toch niks. Oké, okay, dus Uno is nu level 15. Die heeft nu zo'n speciale naamplaat. Wat ik echt heel erg lelijk vind trouwens. Want het schreeuwt in je gezicht. Dus kan je dat uitzetten? Ik denk het niet. Oh ja, ja, dat kan! Ja! Oh, daar ben ik heel blij mee! Optie gangwijze verbergen. Oh, dat is ook heel fijn. Dat is dus dit ding. Kan je dan vertragen? Je paard kan niet galoppen. Je kan hier dus niks mee. Je kan alleen zien welke gang je bent. Kijk, die gaat voor mij uit. Dat is een stuk mooier. Chat. Chat is veranderd. Ja. Nou, het ben je eens praten. Gevoelens doen. Het is nog steeds hetzelfde. Cirkelmenu kan je dus ook via hier openen. Je ziet nog hoeveel XP ik nodig heb voor het volgende level. Dat vind ik eigenlijk heel erg fijn aan de UI. Dat je dus kan zien aan hieraan hoeveel XP je nog moet. Dus dat vind ik echt heel erg chill. Want het was natuurlijk altijd een beetje gokken welk level die omhoog ging. En ik ga even dieren zoeken. Dus dat is wel nice. Vooral voor mijn poppetje. Bij poppetje moet je altijd met je gokken wat gaat worden. Wat ik alleen een beetje naar vind is dat mijn haar uitsteekt uit de pet. Ja, wat moet ik daarmee, jongens? Het is zo raar. Het is echt heel raar. Nou ja, ik vind dit nog steeds heel lelijk dat hij hier komt. Hij had beter hier moeten openen. Ja, en dat vind ik zo lelijk. Nou, maakt niet uit. Oh ja, de mailbox is eindelijk weg. Dat vond ik heel fijn, want die staat altijd in de weg. Dus we hebben hier totaalwinkel. Volgens mij is er ook niks nieuws bij. Inventaris, menu openen. Beste resultaat. Oh, is er nog kampioenschap bij? Oh, net eentje gemist. Sad. Nou, dus verzamelingen, karaktereigenschappen, vrienden, rijvereniging. En missie log. Nou, dat is allemaal prima dat het allemaal hieronder staat. Dat is wel fijn. Dit moet ze even beter maken. Het nieuws, zeg maar van wie ingelogd is. Mailbox.
Ik heb nog best wel wat dingetje en fotomodus. Wat is dit? What's new disabled? Oh, dit is eigenlijk het nieuwsknopje. En, oh, en de kaart. Nou, die is hetzelfde, maar dit is wel anders. Hoe ver kunnen we uitzoomen? Best wel ver. Dat is wel cool. Dat is nice. Heel nice. We hebben wat diertjes gepakt. Ik kan niet heel erg veel en zo snel even wat vinden. Dus ik heb er 3. Want ik denk dat het volgende level is iets van 600. Even kijken hoe stresstestbestendig die is als ik al level up ga. Voordat ik level up heb gekocht, zeg maar. Dus snap wat ik bedoel? Ik wil even mijn trash. Dus dat je je paard dus kan level uppen. Oh, je ziet ook wanneer iemand anders level up gaat. Lol. Dat is wel cool, though. Nou, mijn paard is dus level up. Hij kan hier... Wat is voor 4? Ik heb nog geen idee hoeveel level up horse. Kijk, heb je 1. En als het goed is, kan ik hem... Direct hierna... Oké, dat doet hij nog wel. Je kan dus 2 achter elkaar doen. Dat is chill. Dat is nice. En ik ben even benieuwd naar die paardentrainer. Of hebben wij die hier? Ja, die hebben we hier. Voor het volgende level. Kijk, 25. We hebben dus nu 200 erover. En je zou dus dat bewaren. Ik denk 25 star coins boeien. En bewaar je dus die 200. Oké, dat is chill. Dat is het volgende level dan. 30. Oké, ga dus met 5 star coins ook een keer omhoog. Dat is chill. Nou, hallo Nadia. Ik denk dat dat alweer de update was. Ik had geen facecam. Stom. Maar dat was weer de update voor deze week. Vond je het nou leuk? Geen te liken en te abonneren als je dat niet hebt gedaan. Ik ga zoveel mogelijk dit systeem helemaal uitbuiten. Om te testen of het werkt. Laat even namen achter. Want we gaan volgende week dus paarden kopen. Mits er dubbel star quest is. Anders kopen we 1 Shire en 1 Paint Horse. Dus ik zie jullie volgende week weer. En anders zondag bij een nieuwe video. Vind ik gezellig, want ik kom weer een vlog online. En dan zeg ik, houdoe!